Welkom terug iedereen. Hier zijn uh, Sean en ikzelf terug voor uh, de eerste afternoon sessie um, Boost Your Workflow met AI. Artificial Intelligence is uiteraard een uh, zeer hot topic de dag van vandaag. Pakt van wel, ja. 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 In niet alleen onze sector, ook in de marketingsector is daar heel veel om te doen in de videowereld, in de imagingwereld. Het lijkt zo wat overal te zijn. Nu, we zitten op die eerste hype golf, om het zo te zeggen. Ik ben alweer de naam vergeten, maar mijn collega Chris wist dat wel. Um, dat is een bepaald principe bij technologie, dat dat eerst een enorme hype is, dan zwakt dat wat af en dan wordt dat volwassen om het zo te zeggen, en vindt dat zijn plaats. Nu, ik heb in mijn sessie vandaag enkele praktische toepassingen bekeken van. AI en niet enkel op het gebied van beeldvorming, maar ook ChatGPT bijvoorbeeld. Nu de topics voor mijn sessie zijn als volgt, en ik ga dat hier eventjes tonen op mijn slide. Dat is voor te beginnen ChatGPT. Daarna maken wij een sprongetje naar MidJourney en gaan we images gaan genereren. Vervolgens duik ik met jullie in Photoshop. Als er tijd is nog een klein langs Illustrator, toch nog om een keer te tonen wat dat ja. daar mogelijk is. En dan afsluiten doe ik met het grotere geheel van Adobe met Firefly en de toepassingen daarvan ook binnen Adobe Express. Goed, maar allereerst ga ik beginnen met de creatieve toepassingen van ChatGPT. Sean. Ik ben jij al aan de slag met ChatGPT. Oh, dat is al eens gebeurd, ja. ja. Dat is al eens ja. gebeurd. Wat zijn zo voor u enkele van de toepassingen of contexten waarin je dat kunnen gebruiken? Hebt eigenlijk? Goh, Ik gebruik daar gemakkelijk voor zo rap ideeën te genereren. Mm -hmm. Zo ideeën voor uh, slogans of zo van die dingen. Ja. Je kunt daar echt voor veel dingen gebruiken. Maar ik vermoed als nog wel naar een paar andere, misschien ja. iets minder voor de hand liggende. Ik ga enkele. Goh, Daarom niet minder voor de hand liggend, maar echt wel bruikbare en concrete toepassingen. Nu, voor de mensen daar thuis, voor, of op het werk beter gezegd, voor wie dat ChatGPT helemaal nieuw is, wat is dat? ChatGPT is wat we noemen een LLM, een Large Language Model. Um, basically, dat is een AI die heel goed met taal kan spelen. Dat is eigenlijk niet echt intelligent. ChatGPT, dat ding denkt niet of zo, dus we moeten daar geen schrik van hebben. Maar dat is heel sterk in associaties leggen, hm? ook in het uh, verwerken van informatie, herwerken van informatie en banden, verbanden, zien tussen al die dingen. Oh, die ging wat snel weg. Nu, wat is het vooral? Vind ik zelf een inspiratiemachine. Dat vind ik een van de beste toepassingen eigenlijk van ChatGPT om dat op die manier te gaan gebruiken. Als je met ChatGPT aan de slag gaat, wat gaan we dan doen? We gaan prompten. Dat heeft iedereen wel al gehoord. Hè? Dan moet je een prompt schrijven. Nu, een prompt, ik ga je daar heel korte basics van meegeven. En dan ga ik dat ook in de praktijk eens laten zien. Als we een prompt schrijven, er zijn redelijk wat mensen die durven beginnen met ChatGPT. Of dan ik keer gaan uitproberen en die typen daar dan iets in. En ze zijn een beetje teleurgesteld over het resultaat, maar dan is dat meestal om de manier waarop dat je dat gedaan mm -hmm. hebt: hè? dat je niet precies genoeg geweest bent enzovoort. Enzoverder. Niet per se beleefd dat je bent. Nee, inderdaad. Ik, ik ben ook gestopt ondertussen met te zeggen: ja. Hallo, ChatGPT ja. uh, en dergelijke, dat is allemaal niet nodig, dat ding heeft. Nog geen gevoelens, <laughs> maar dat komt misschien wel, ik kan het wel nadoen. Goed, nu een basic prompt. Hoe bouwde die goed op? En je krijgt dit ook als uh, superhandige handout na onze sessie, uh, kunt je die downloaden. Um, dus hoe bouwde zo'n prompt op? Het is heel belangrijk, een van, van de basisaspecten die belangrijk is, is om ChatGPT een rol toe te wijzen. Om hem te gaan zeggen wie hij is en wat dat zijn functie is, of dat leidt hij daar dan zelf ook uit af. Bijvoorbeeld, de rol van ChatGPT kan copywriter zijn, dat kan marketeer zijn, dat kan creative director, art director, financial analyst, you name it. Eigenlijk kunnen je daar alles aan toewijzen en dan is ChatGPT wat we noemen geprimed eigenlijk. Ja. Tweede aspect van uw prompt dat heel belangrijk is, is om ChatGPT een context mee te geven. In welke context gaat hij die rol gaan vervullen? Als ik bijvoorbeeld opnieuw denk aan een marketeer, dan kunnen we gaan zeggen: kijk, je bent een marketeer en ik heb u nodig om een reclamecampagne uit te bouwen, om een contentkalender uit te bouwen, om een serie van social media posts mee te gaan bedenken met mij, en dan kan die weer verder. Nog bijkomend geef hem een taak. Je moet daar redelijk specifiek in zijn. Bijvoorbeeld, schrijf een contentkalender of stel die op. Um, daar ook wat specifiek in zijn. Van ik wil dat in een aantal weken, bijvoorbeeld, uitgesplitst zien met deze, deze en deze onderdelen. En in het geval van copywriting, meer zie je hier: using a writing style, kunnen ook aan ChatGPT een bepaalde. Ja, tone of voice. Ja. Vragen of meegeven en zeggen: ik wil informeel, ik wil surfer-dude taal, ik wil ja, heel um, ja, wetenschappelijke taal mm -hmm. bijvoorbeeld. Of in leken taal. Dan gaat hij perfect binnen die, uh, in die stijl kunnen gaan schrijven. Waarom dan mijn laatste slide hier altijd verspringt? Ik weet het niet. Dat is een foutje. Oké, okay, en dan ook nog bijkomend, maar dit is uh, redelijk optioneel. Kun je nog een keer extra taken en details gaan meegeven aan ChatGPT om uh, ja, te gaan schrijven of u te helpen op de manier dat jij mm -hmm. dat nodig hebt. Nu, ik ga dat een keer in de praktijk ook laten zien. En daarvoor ga ik uit mijn presentatie natuurlijk en we springen naar ChatGPT. Nu, voor de mensen die er nog nooit mee gewerkt hebben, ChatGPT, dat vinden we op welke website, Chat.openai.com. Ja. Dat is onmiddellijk natuurlijk naar het chatgedeelte. Uh, voor de mensen die het nog nooit gebruikt hebben, je gaat gewoon naar openai.com en daar kun je je onmiddellijk een account aanmaken. Voor de basic versie, of de 3.5 versie, kost u dat 0 euro ja. en kunt je daarmee aan de slag. De 4.0, wat de meest recente is... Um, die GPT-4 kost wel geld. Dat is een maandelijkse betalen. Die heeft ook uh, die is dikke vriendjes met Dali nu. En ja. die kunnen samen uh, tekst schrijven en beelden genereren voor jou. Ja. Maar voor deze presentatie ga ik met. De derde, 3,5-versie ja, eigenlijk. Misschien is het wel een goede om mee te geven. De gemiddelde prijs ongeveer voor die ChatGPT-4 mm -hmm. is, dacht ik, 20 of 25 dollar per maand. Per maand. Dan zit je een klein beetje gelimiteerd in hoeveel, hoeveel, hoeveel hoe vaak dat je het gaat kunnen mm -hmm. <laughs> hoe vaak dat je het gebruiken. Mm -hmm. Maar in principe, 25 dollar per maand valt eigenlijk val, nog heel val. goed mee qua kostprijs. Ja, voor het werk ja. dat je ermee kunt uh, voilà. verzamelen. Ja, absoluut. Nu kijk, ik heb hier drie chats klaarstaan. Zijn de art director, Tier en copywriter. Om daar eens eventjes langs te gaan en u gewoon te tonen hoe dat ik hier eigenlijk mee aan de slag gegaan ben. Dus ik ga hier gewoon simpelweg starten met die art director. En je kunt hier zien in mijn prompt, de eerste hier... Dat ik inderdaad tegen ChatGPT heb gezegd. You are an experienced art director. When it comes to imagining visuals, you always think outside the box. I will ask you to come up with ideas for key visuals. Dus dat is zijn hoofdtaak eigenlijk. En hij weet nu ook dat hij een art director mm -hmm. is. Dus ik ben daar redelijk specifiek uh, geweest. Ik heb het hier ook nog een stukje opengelaten. Ik heb hier tegen hem ook gezegd: Ik ga altijd naar u komen met een product. Of een aantal elementen en dan moet hij daarmee aan de slag gaan. Dus dit gaat hier niet over één product of één campagne waar dat ik mij mee wil, mee wil bezighouden. Dit is één, een algemene chat eigenlijk, mm -hmm. waarin ik altijd kan terugkeren. En ChatGPT is dan al geprimed en ik kan hem een nieuw product geven en een setting of zo en dan kan hij daar weer ja, mee aan de slag waardoor gaan. Waardoor je niet aan het begin van elke chat gaat moeten. Voilà, dan passen. moet ik die ja. niet altijd opnieuw dat eerste gedeelte hier gaan doen. Hè. Dit is zelfs dus nog maar basic priming eigenlijk of prompting. Ik heb al prompts gezien ondertussen waar dat mijn broek van afzakt. Dat ik ook voor de helft niet snap eigenlijk wat er allemaal ingeschreven staat, maar dat gaat heel ver natuurlijk. Maar little goes a long way zou ik zeggen. Dan is ChatGPT natuurlijk heel vriendelijk. Die zegt: Sure, I'd love to help you come up with some creative key visuals. Voilà. En dan ben ik hier aan de slag gegaan. Ik heb uh, verder gezet op uw uh, lijn van Harambe's blessing. Delight, Harambees Delight. Ja, ik weet niet waarom dat blessing in mijn hoofd geslopen is. Dus maar Harambees Delight. En uh, verwacht u maar aan een aantal gorilla's in deze sessie. Dus ik heb hier gewoon tegen hem gezegd, of haar, of het. Hm. The product is a bottle of hot sauce and the brand mascot is a gorilla. Dus ik heb hier ook gezegd dat hij elke keer hier in mijn initial prompt met vijf outside-the-box ideas moet komen voor key visuals. En... Nog een bonusje erbij, dat is dan dat formatgedeelte. For each ID, you will write a description of the ID and an AI image generator prompt. Dus ik laat ja. hem eigenlijk die dingen tegelijk gaan doen. En als we een keer snel gaan kijken, hè, dan gaan we zien dat heeft mij hier inderdaad vijf ideetjes gegeven: jungle heat explosion, gorilla gastronomie, fiery graffiti street art, volcanic eruption of flavor en Gior gorilla gorilla mm. chili orchestra. Nu, dat zijn best wel leuke ideeën. Hè. Um, wat ik hier nog over wil meegeven over werken met ChatGPT, er staat niet voor niets 'chat' in die mm -hmm. naam. Het is niet dat je daar een prompt ingeeft en moet hopen dat je daar direct een afgewerkt product hebt. Je kunt altijd maar gaan verder praten met ChatGPT en vragen om aanpassingen te doen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus hier was ik wel al vrij tevreden. Ik heb hier wel nog een keer gevraagd: 'Can you keep working on idea number two? I like it.' en I like it, dat moest er niet bij eigenlijk, maar ja, oké. Okay, okay. yeah. um, dus, en dat was die gorilla gastronomie. En dan ga je zien dat hij inderdaad voor dat idee nog wat verder gewerkt heeft. En dan heb ik nog een keer moeten vragen dat hij er nog eens vijf in diezelfde uh, lijn ging gaan bedenken. En inderdaad, ik krijg hier van alle culinaire ja, getinte ja, ja. ideetjes aangereikt. Nu, superhandig wel. Hè? Zijn dat allemaal, um, is dat allemaal een goudwaarde deze visuals? Nee, bij lange niet, maar daar zitten wel goede ideeën tussen. Plus ja, het brengt uw eigen fantasie ook wel ja. mee. Het doet u aan dingen denken waar je de zelf initieel niet aan gedacht zou hebben. En zoals de collega, onze collega Jens zegt, het is een beetje als jackpot spelen. Soms moet we gewoon zeggen tegen hem: kom, nog vijf, nog vijf, nog ja. vijf, nog creatiever. En dat ding blijft altijd maar gaan. En ja, wie weet, zit daar wel iets tussen. Mm -hmm. Dus een heel leuke toepassing die een Art Director van ChatGPT Straks ga ik met die prompt hier ook een keer aan de slag gaan in het volgende stukje. Tweede is marketeer. Dat vind ik ook een heel interessant gegeven. Ik zeg tegen hem dat hij een um, experienced marketer en campaign creator is. En wat wil ik doen of wat ben ik aan het doen? Dat is de context again. Ik ga een nieuwe hot sauce lanceren en die noemt Harambe's Delight. Nu, ik vraag hem hier specifiek om een content-marketingplan uit te schrijven voor Instagram en Facebook. En een contentkalender voor de campagne op te stellen. Die vijf weken zal duren tot uh -huh. aan de lancering van het product. See, dus details meegegeven en dergelijke. En dan zie je inderdaad dat hij hier perfect. Week 1, teaser week. Week 2, behind the scenes. Week 3, flavor reveal. En hij geeft mij ideeën voor Facebook posts, Instagram posts. Nu hier ook. Ik had nog ietsje meer info nodig. Ik had hier nadien aan hem gevraagd, can you add a creative ID and AI image prompt for each social media visual in the plan? En dan heeft hij dat ook inderdaad gedaan. Hij heeft bij die teaser week en week 2, 3, 4 enzovoort hetzelfde gedaan als bij die en art director eigenlijk. Ik kom ook, mm -hmm. ook weer mee aan de slag. Okay. Dus again, marketeer heel... Nuttige toepassing van ChatGPT. En dan, last but not least, copywriting. Uiteraard. Hè. ChatGPT is heel goed in taal. Er zijn al, dat is de meest basic toepassing, ja. denk ik. De um, meeste kennen ook, denk ik wel. Hè? Ja, inderdaad. Ik heb dat ook bijvoorbeeld uh, aan verschillende collega's al aangeraden. Presentaties maken, bijvoorbeeld. Het is niet altijd eenvoudig om een stukje tekst. Duidelijk kort te gaan beschrijven, bijvoorbeeld. Ja. Dus je kunt eigenlijk je info van je slide hier even indroppen en zeggen: maak dan een keer wat beter. Of ook weer die tonaliteit gaan toevoegen: van, maak dat wat zakelijker, maak dat wat hipper, maak dat beknopter. Dat is zeker interessant. Ja, en dan gaat hij dat inderdaad voor u gaan optimaliseren. Trouwens, presentaties maken. Ook heel goed om hier inspiratie op te doen en snel eigenlijk. Ja, de basic slides te laten ja. opzetten door hem. Ja, het dus... Wat je nu zegt is inderdaad een heel belangrijk. Hè? Het enige wat ChatGPT in staat stelt, is om echt al een goed basispuntje te krijgen. Ga jij er iets, moet ik het zeggen, finaal uit krijgen? Nee, nog niet. Nee. Je gebruikt het echt als een inspiratiemachine. Ja, okay. inderdaad, inderdaad. Dus en hier ook, ja, ik krijg hier bijvoorbeeld um, in die copywriter uh, modus krijg ik van ChatGPT inderdaad een heel artikel of kopie, toch voor bijna post. Je ziet dat hij dat ook al doorspekt met de. Uh, Emojis en dergelijke. Nu, dat is niet meteen mijn persoonlijke stijl om mm -hmm. emojis te gaan schrijven, maar dat werkt wel op diverse platformen. Mm Het -hmm. zijn ook zaken dat hij rekening mee houdt. Hier heb ik ook gevraagd, bijvoorbeeld in een tweede stap, om dat SEO te optimizen. Um, en dat heeft hij ook voor mij gedaan. Dus die tekst is aangepast en onderaan zegt hij. Wat hij ook heeft gedaan. Dat hij in deze versie bijvoorbeeld Asian hot sauce veel prominenter heeft vernoemd. En ook het woord flavor revolution. En hij heeft ook wat hashtags voor mij gaan verzonnen. Dus ook bijvoorbeeld voor hashtags te genereren. Dat heb um, je niet gevraagd. Hè? Nee, dat heb ik niet gevraagd. Dat weet hij vanuit zijn ja. rol eigenlijk. Uh, ook weer als copywriter. En dat SEO-gegeven zorgen daarvoor. Voilà. Goed, ik had hier ook wel nog... Uh, een beetje een probleem met het feit dat hij de naam A Harambe verschillende keren had gebruikt, maar ook in referentie naar effectief de gorilla Harambe in real life, want daar weet hij van. Um, en dat wou ik eigenlijk niet, alleen ons product mag Harambe's uh, Blessing genoemd worden. Mm -hmm. um, dus en dan heb ik gevraagd, haal dat daaruit en praat daar niet over, enkel Harambe's Delight. En dat heeft hij dan ook gedaan en al die kopie opnieuw aangepast in datzelfde plan. Voilà, drie toepassingen van ChatGPT die denk ik uh, in okay. een creatieve context wel zeer handig kunnen zijn. Al is het maar om inspiratie op te doen, mm. uh, die een art director, dat vind ik geweldig. Uh, dat kan nu een eigen motor in gang zetten om dan aan de ja. slag te gaan. All right, goed. Next up, ik ga eventjes terug naar mijn presentation. En dan gaan we een keer kijken. Oeh, big topic. AI-generated images. Dat um, is een gevoelige, hè? Uh, ja. In onze sector. Ja. Sommigen, er is een haat-liefde-verhouding met het hele AI-generated images gegeven. Of de image generators, beter gezegd. En we snappen het wel waarom, denk ik, langs de kant. Die um, tools kunnen belachelijke dingen. De ene al beter als dat, dan de andere. Dat gaan we ook een keer gaan vergelijken, heel kort. Maar um, ja, sommige designers, tekenaars, die voelen zich enigszins bedreigd daardoor. En ja, het is helemaal begrijpelijk, eerlijk mm. gezegd. Nu, iets anders is dat dat ding helemaal niet meer weg te denken is. Nu, er zijn een aantal grote spelers op de markt de dag van vandaag. Uh, die ik wil gaan aanhalen. Um, een van de absolute koplopers momenteel in Image Generators, dat is Midjourney. Um, niet gratis. Iets minder toegankelijk dan de andere. Want Midjourney heeft bijvoorbeeld geen. Een Super gemakkelijke website waarop je maar moet gaan. Klopt. En dan prompten. Nee, je moet daarvoor Discord installeren. En dan moet je daar de bot van Midjourney in integreren. Enzovoort. enzoverder. Tweede grote speler is Dali. Dali. Zelfde icoon als OpenAI, als ChatGPT, want het is van dezelfde ontwikkelaar. En dan de derde speler, die iets later in de game is gekomen, maar niet te min ook al. Even lang daarmee aan de slag was. Die hebben gewoon even gewacht met hun product te lanceren. Dat is Adobe natuurlijk. En ook daar gaan we straks een keer gaan kijken wat dat al die tools uh, te bieden hebben. Nu nog één dingetje hier in mijn slide: de prompt voor image generators. Daar, wat dat je hier nu ziet, ik begin in mijn prompt met forward slash imagine, dat is specifiek voor Midjourney eigenlijk, ja. hè? dat weet jij ook. Maar um, wat dat een beetje common is voor alle andere generators ook, is dat je uiteraard een description moet gaan geven van je image. Um, daar bestaan hier en daar regels over, maar of dat die ook effectief zo zijn, dat kan ik niet altijd, want er is zoveel talk online over. Mm -hmm. Prompting en prompt engineering, zoals ze dat ja. zo, zo mooi noemen. Klopt dat allemaal? Plus, die technologie evolueert ook heel snel. Natuurlijk, het is heel belangrijk om deftig hun image te kunnen gaan. Omschrijven. Ja, absoluut. Nu bijkomend zijn er ook vaak nog uh, ja, platformen waar dat je extra parameters in kunt gaan toevoegen. Nu wat moeten verstaan onder parameters. Dat kan bijvoorbeeld zijn je aspect ratio mm -hmm. die je kunt meegeven, het formaat van je afbeelding dat je eigenlijk wilt gaan, uh, gaan genereren. En dan is er nog een lijst aan andere zaken uh, die je kunt gaan meegeven om bijvoorbeeld een bepaalde styling of de stylize functie van Midjourney ja, bijvoorbeeld ja. harder of zachter te laten werken. Allright, al direct een eerste voorbeeld. Let's cook zou ik zeggen. Dat was mijn eerste prompt in Midjourney om uh, een gorilla chef te gaan maken. Maar we gaan een keer kijken. Nu eerst en vooral wil ik voor jullie eventjes een vergelijk laten zien. Dus de comparison die ik hier staan heb. En ik heb eigenlijk een basic prompt. Ik ga er ook mijn journey eventjes bij halen. Die staat bij mijn trials hier. Dus ik heb een van die door ChatGPT gegenereerde mm -hmm. prompts genomen: A jungle landscape with a powerful gorilla surrounded by exploding chili peppers in the midst of the chaos. Oké, okay, goed. En dan place a hot sauce bottle radiating intense heat and energy. Goed, nu we gaan ga ik er vergelijken? Want ik heb die zowel aan Midjourney gevoed als aan uh, Adobe Firefly. Nu, dit is het resultaat van Midjourney zonder enige nabewerking of zo. Dat is wat dat die voor mij heeft gemaakt. Dat ziet er al op het eerste zicht indrukwekkend uit. En dit is van Adobe Firefly. Mm -hmm. Nu, Firefly, en ik denk dat de meesten daar wel over eens zijn, die is kwalitatief iets minder goed. Maar daar is een verklaarbare reden voor, Sean, niet waar? Ja, ik weet natuurlijk niet wat je zelfs nog gaat uitleggen. Maar um, in principe, hè, zullen we zeggen, Midjourney en, um, en de rest van de image generators, generators die hebben eigenlijk gewoon in eigen gebaseerd op hetgeen wat er op het internet stond. Ja. Gewoon allemaal losgedownload. Maakte niet uit van wie dat, dat was? Het is dat dat mijn onkel ja. was, die dat wat te veel had gedronken op een familiefeest. Als er daar ergens een beschrijving bij stond wat die mij deed, kon die kennis gebruikt zijn geweest mm -hmm. voor de AI te gaan optrainen. Ja. Firefly heeft dat eigenlijk andersom gedaan. Um, het grote nadel hoort dat waarschijnlijk al wel bij de eerste, is ja, van wie zijn die beelden? Je hebt die ooit online gezet, zijn die nog wel van mm -hmm. u, maar die zijn wel gebruikt geweest om uw AI te trainen, klopt. Mag dat op een moreel en ethisch vlak wel? Ja. Firefly, die, die, Adobe is er op, op dat vlak veel veiliger. Dus die genereren eigenlijk alleen maar op basis van wat er op Adobe Stock is gebeurd. Klopt. Ja. Adobe Stock heeft veel minder beelden. Dus je is gewoon mm -hmm. minder snel ja. die grote stappen vooruit kunnen brengen. Maar je zit wel direct veilig mee, mag het, mm -hmm. wettelijk gezien. Ja, inderdaad. Met die Journey kunnen bijvoorbeeld trademarked of copyrighted materials gaan genereren. Ja. Of beter gezegd, bijvoorbeeld Iron Man. Marvel-characters, Batman, maakt niet uit. Porsche, merken kunnen allemaal gaan gebruiken en die had dat perfect voor u kunnen ja. gaan, uh, gaan genereren. Maar dat mag technisch gezien natuurlijk niet. Nu, daar hangt ook nog een beetje een zwaard van Damocles boven, om het zo te zeggen, boven uh, die bedrijven, ook met ChatGPT trouwens. Uh, er lopen al een aantal rechtszaken van uh, creators tegen die platformen. En hoe dat, dat gaat uitdraaien, ja, dat zal de nabije toekomst of de toekomst ergens uitwijzen. Ja. En dus, safe bij Adobe, want Adobe maakt enkel, is getraind op Adobe Stock. Nu, ik heb hier. Um, eventjes kijken op Midjourney zelf. Nu Midjourney, zoals ik zei, ik zit nu in de app Discord. Dat is een app die je kunt installeren en dan laat ik die praten met Midjourney. Nu, hier zie je, ik ben eigenlijk eenvoudig begonnen voor die gorilla te gaan genereren. En ik ga jullie straks zien waar dat ik naartoe gegaan ben. Hoe gaat dat basically in zijn werk? Je geeft u een eerste prompt in. Ik heb hier gezegd: een foto, side view van een happy gorilla standing up wearing a chef's hat and a white chef's apron. Zo gelukkig is hem dan wel niet hè. Nee, hij was <laughs> nog niet zo gelukkig. Hij viel wel mee. Maar uh, dat moet hij dan natuurlijk gaan stakken eigenlijk, of op gaan verder werken en remixen of variations gaan maken, beter gezegd. Nu, voor een in-depth training hierover kunnen jullie altijd langskomen in onze Academy, want wij hebben een volledige, volwaardige opleiding over image generation. Nu, kijk, hier heel basically: je krijgt vier voorstellen en dan kun je gaan kiezen om bijvoorbeeld op 1, 2, 3 of 4 te gaan verder werken door daar variaties van te gaan maken of te gaan upscalen, mm -hmm. dus te gaan vergroten, of gewoon radicaal te herprompten of mm -hmm. opnieuw te laten prompten, um, startende van je eigen prompt. En zo ben ik eigenlijk wat verder aan de slag gegaan hoop, om uh, bepaalde beelden te krijgen. Nu, hier zie je ook een voorbeeldje eigenlijk van prompt stacking, om het zo te zeggen, of remixen, eigenlijk, zoals ze dat hier noemen. Ik heb op basis van een eerder resultaat van een van deze vier, heb ik dus een remix gevraagd en aan de prompt dingen toegevoegd. Gezegd, oké, okay, nu staat die Gorilla in een keuken. Dus je maakt al een keuze uit die vier van iets wat je goed vindt. En dan ga je mm -hmm. met een van die vier verder. Ik kan dat ook gebruiken. Midjourney Journey weet dan, oké, okay, dat was goed. Dat ga ik terug zo doen. En je voegt daaraan toe. En zo kun je altijd verder en verder en verder gaan. Nu, verwacht hier ook weer niet, net als bij ChatGPT, dat je... Een resultaat krijgt. En dit is ook werken en mispakt u daar niet aan. Uh, we gaan straks een keer zien voor een real life project in de volgende sessie met uh, collega uh, Philip, hoeveel dat wij effectief geprompt hebben om een specifiek project mm -hmm. tot een goed einde te brengen. En hier ook, het is wel ook gewoon heel leuk om te doen, maar dan ben ik een beetje beginnen freewheelen ook. Uh, ik moest zo met die chili peppers en de hot sauce wat mm -hmm. allemaal uh, beelden. Ja, kwamen er in één keer ook weer ideeën in mij op. Dat waren ook enkele zaken die dus in ChatGPT geopperd waren. En ik ben hier inderdaad met swirls en papers aan de slag gegaan. Een explosie van, van spices en flavors. Dan krijg je zo'n resultaten. En dat is een beetje mislukt. Dat lijkt een lugubere slachting van een orkest of zo dat hier aan de gang is. Maar dat zouden floating chili peppers moeten geweest zijn. Ja. Nu kijk, het is... Een boeiende reis. Ik ga even eventjes kijken hier naar de resultaten. Dus ik was hier begonnen. Dat vond ik allemaal wel oké okay dingen. Mm -hmm. Zeker voor social media doellijnen. Er zijn ja. afbeeldingen die je perfect kunt gebruiken. Um, dit was bijvoorbeeld ook in, in de context van die gorilla. Was ik zelf op een idee gekomen en ik dacht hot sauce gorilla. Oké okay, sauna, want dat is heet. En daarmee was ik nog gorilla in een sauna beginnen. Uh, Prompten en daar kwamen toch leuke dingen uit. Ook een heel ander pad dat ik had uh, bewandeld. Hier had ik gevraagd aan mijn journey om in de Pixar-stijl te gaan. Mm -hmm. Zo wat meer Final toy figures. En dan krijg je dergelijke resultaten, wat ook natuurlijk heel leuk mm -hmm. is. Was uiteindelijk niet de lijn waarom dat ik wou verder gaan. Dus ben ik maar terug voor dat realisme gegaan. Ja, dat is ook iets heel raars. Um, hier was ik een vulkaan aan het genereren met ja. hot sauce. Dat was nog niet helemaal. Maar dit waren dan ook niet de uiteindelijke keuzes die gevallen zijn. Ik ga hier eventjes de winners in deze reeks. Hier zien we uh, een beeld waar dat ik eigenlijk ja, met de hulp van mijn vriendin, die een oog voor interieurarchitectuur heeft, mm -hmm. um, die had mij even geholpen. Kijk, een keer iemand anders, zijn visie. En daar was dit uitgekomen en... Dat vond ik eerlijk gezegd echt wel een winner. Hè. Dat is een heel leuke setting, heel sereen, mooie belichting en dergelijke. Um, en die gorilla staat er ja. heel mooi. Goed, dit was eigenlijk de eerste, maar daar ga ik in Photoshop nog mee aan de slag. En deze vond ik ook heel leuk: Neo Tokyo, cyberpunk-stijlachtige gorilla. Heel tof, deze vond ik ook heel cool: en een gorilla hè, die uit een vulkaan kwam met zijn hot sauce. Vond dat direct een fascinerend beeld. Ook getest op mijn kinderen, die waren hier enorm fan van. Dus uh, bij de dingen dat ze begonnen te lachen. En dan hier, dat vond ik ook een heel ja. leuk resultaat. Deze was ook een, na uh, een beetje jackpotgewijs aan de slag te gaan. Dat vond ik ook een hele goeie. Ik heb die nog even herwerkt om hem naar de camera te laten wijzen. Ik vind dat eigenlijk wel een heel sterk mm -hmm. beeld dat hij dat zo keistoer uitliet. Ja, okay. uh, hot sauce. Voilà, en dan ook deze. Dat was voor uh, de ontwikkeling van hot sauce, over het uh, maakprocedé. En dan had ik wel gezegd: uh, een gorilla als een wetenschapper in een labo. En ja, dat was ook. Ik had die inspiratie mm -hmm. gekregen gewoon door een prompt van ChatGPT, een totaal andere prompt eigenlijk, maar dat kwam in mij op. En uiteindelijk leverde dat een heel cool beeld op, vond ik. Ja, uh, absoluut. Ja, Voilà. Dus dat waren zo wat de winners. En hier ook. Dat was uh, na een hoop geprompt. Heb ik toch uiteindelijk een noedelvulkaan gekregen. Waaruit dat iets dat op hot sauce moet lijken. Uh, uitkwam. goed Alright. Goed. Dus. Je dus ziet, het is werken met een image generator. Verwacht daar geen onmiddellijke resultaten. Um, verschillende platformen hebben verschillende tools om daarmee aan de slag te gaan um, of om nog nabewerkingen uit te gaan voeren. Maar ik wil even de doorsteek maken naar Photoshop. Mm -hmm. Photoshop heb ik hier al openstaan ondertussen. En ik ga beginnen bij de eerste die hier open staat. Um, Photoshop is een van die applicaties die enorm wat AI-tools erbij heeft gekregen. Dat is eigenlijk ook niet sinds vorig jaar. Wij hebben al jaren daar. Ja. Heel fabelachtige technologieën zitten, zoals de Content Aware Fill, die al jaren in ontwikkeling is. Eigenlijk. Toen noemden ze dat Adobe Sensei, Sensei, ik. Ja, toen ah, was he? het de Sensei-technologie. Daar zwijgen ze uh, eigenlijk over, hè? Ja, Sensei. inderdaad. Ja, nu is het Firefly geworden. Ja. Was, toen was het nog Machine Learning, ja. ook. nu is het echt uh, Artificial Intelligence. Nu kijk, enkele praktische toepassingen binnen Photoshop. En de eerste waar ik mee ga beginnen, is eigenlijk een foto fixen. Gewoon simpel weg gaan fixen. En hoe ga je daarmee aan de slag? Ik ga mijn gewone lasso-tool hier nemen en ik ga ook mijn muis gebruiken. Nu, wat valt er eigenlijk te fixen in deze foto? Bijvoorbeeld, hier is er iets vreemd aan de gang. Daar zit zo, ja, een beetje noedels rond het uiteinde van de stokjes en dat klopt niet echt natuurlijk. Dus ik ga dat gewoon simpelweg gaan selecteren. Hop, een losse lasso-selectie daar rond. En sinds. De re meest recente updates, of ja, die van eind vorig jaar, ja. krijgen we hier zo een uh, redelijk vervelende. Als je dat niet nodig hebt, redelijk vervelend. Ja, ja. balk te zien die altijd je uh, selectie ook volgt, waar dat je die ook maakt, tenzij dat je hem een keer verzet natuurlijk. Um, dus ik ga mijn selectie opnieuw tekenen. Hop, hop. Ik kan dat balksken ook verzetten en ik ga hier zeggen: Generative Fill. Ja, ik heb mijn Photoshop gereset voor deze sessie. En ik geef Photoshop toestemming um, om generative AI te gebruiken, of ik ben er mij van bewust, beter gezegd. Nu kijk, ik heb een selectie gemaakt. Mm -hmm. Ik kan hier eigenlijk inschrijven wat ik in de plaats wil, maar ik ga dat niet doen. Ik ga gewoon simpelweg zeggen: generate. En dan gaat die in AI eigenlijk uw afbeelding gaan analyseren en zelf gaan redeneren van wat moet daar in de plaats komen. En die gaat dat voor u gaan invullen, natuurlijk. Nu, die is eventjes bezig. Ik krijg daar een vreemdsoortig clipje aan het einde te zien. Dit lijkt er al iets meer op. En hier, ik weet niet, ik denk misschien dat dat een potlood is. Dat kan zijn, hè. ja. Voilà. Nu, je ziet hier zowel in de balk hier als hier aan de rechterkant in het properties paneel, dat we niet één, maar drie resultaten aangeboden krijgen. Nu, als ik nog niet tevreden ben, kan ik hier nog altijd een keer zeggen, oké, okay, kom, generate er nog een aantal, want ik vind dit nog niet goed genoeg. Dan gaat hij opnieuw eens aan de slag en hij is weer drie dingen aan het genereren. En nu heeft hij er effectief potloden, of potloden ja. van gemaakt. Voilà, hij blijft op die lijn doorgaan. Nu kijk, ik vind deze al het dichtst in de buurt komen van het uiteinde van een, een stokje. En ik kan daar eigenlijk simpelweg bovenop terug gaan werken. Ik ga nu weer dit een keer, oh, niet die selecteren, niet gaan. Dan kan ik hier generate the filwaries op gaan gebruiken. En we gaan dat nog een keer proberen, zien wat hij nu doet. Dan laten we die doen. Uit. Een beetje geduld hebben. Goed. Voilà, dat zijn al veel betere resultaten, niet waar? Zeker die in eerste niet. Mm -hmm. Dat lijkt erop. Ja, goed ja. genoeg. Dus prompt bovenop prompt eigenlijk, of generated ja. content bovenop andere, en zo kun je heel gemakkelijk fixes gaan ja. uitvoeren. En dat is dus ook niet destructief. Nee, inderdaad. Dus we zien hier inderdaad in het layerspaneel dat ik ook, dus, opeet, weg tutorial. Meerdere generative fill layers al hebt, twee momenteel. En ook als je daarop klikt, blijft je in je properties paneel de gebruikte prompt zien met al die alternatieven. Nu, kleine bonustip hier, dat is, een, dat is uiteraard allemaal extra beeldinformatie, dat neemt data in. Dus het kan aangeraden zijn van soms hier een keer een aantal van de slechte resultaten te gaan deleten. En als je graag Adobe wilt helpen, kun je zeggen, pour help. Maar dat gaan we nu niet invullen. Nee, ook nooit. Nee. Ik ben er echt uit te laten. Dus, uh, dank u voor uw bijdrage, Charles. Ja, voilà. Goed, nu kijk, dat is easy fixing eigenlijk van uh, afbeeldingen. Ik heb hier ook deze andere nog staan. Deze afbeelding, hier had ik twee probleempjes in. Ik ga hier één uh, een, een easy fix. Hier ligt zo'n rare vlek eigenlijk. Een op inductieplaat die, uh, zo precies. Ja, een soort van vervormde Sorry. inductieplaat. En ook nog zo. Uh, ja, zijn er chili flakes? Ik weet het niet. Zo wat kruimels? Hier ook, ga ik zeggen. Generate the fill. Generate. En dan gaat die hierop losgaan. En hop, die zal dat gaan fixen voor mij. Ja, goed, ik ga hem toch eventjes laten doen. Mm -hmm. hop, hop. Spannend altijd hoor. Nou. Nee. Goed, dan gaan we drie resultaten krijgen ik Even kijken. Voilà netjes. Ja. Ik zie dat ik hier nog. De derde vind ik nu mm -hmm. zo wat beste. Hè. Maar je ziet, die heeft dat eigenlijk heel eenvoudig weggeretoucheerd. Ja. Er zijn enorm veel toepassingen van op verschillende manieren te gebruiken, dus uh, zeker wel handig. Allright, tweede plaats waar dat we dit kunnen gaan gebruiken. Ik ga even kijken naar deze image. Um, nu gaan we het niet hebben over retoucheren, maar de functie zit ook verstopt onder de crop-tool. Hm? En er zijn heel veel mensen dat daar wel tevreden mee zijn. Nu, wat bedoel ik met de crop-tool? Bijvoorbeeld, ik vind dit een leuke visual. Mm -hmm. Ik wil dat gebruiken voor social media, voor een story. Dan weet dat natuurlijk dat ik een 16-9 staand nodig Dus ik ga mijn crop-tool hier eventjes op 16-9 en ook draaien. Nu, je ziet ja. Dat is, uh... Het product staat er niet meer op. Nee, het product staat er niet meer op. En hier ook ik vind ik dat eigenlijk te weinig dat er nog zichtbaar is van dat de goed. afbeelding. Ik ga een beetje uitzoomen. Ik ga mijn canvas wat groter maken. En ik ga dat hier ongeveer plaatsen. Voilà, dat lijkt mij goed. Nu, ik zit hier natuurlijk met lege ruimte boven en aan. Nu, bovenaan bij de crop ga ik hier zeggen: Oké, okay, kijk, cropped pixels niet deleten. En dan hier goed opletten. Vanuit dit menu kun je zeggen, Generative Expand. Ik ga dat inschakelen. Ik ga gewoon mijn krop bevestigen. Ik duw meestal op enter, maar je kunt hier ook op het vinkje. Hop, en again. Nu gaat die Generative Fill aan de slag. En het doet gewoon een analyse van dat beeld. Dus hij gaat dit hier bovenaan en onderaan trachten in te vullen op basis van wat hij ziet. En dit een massive job. Voilà. Goed, hier zien we ook dat zijn allemaal heel goede resultaten. Dus is verbluffend hoe goed dat dit werkt. Hier, Idem, die wil ik ook nog een keer eventjes tonen. Bijvoorbeeld, ik wil een liggende visual gaan maken hiervan. Ik ga hem mooi hier op de regel van de derde gaan zetten, de gorilla. Dan heb ik hier natuurlijk te weinig keuken. Dus ik ga gewoon enteren. Ja, ja. generative expense. Terwijl we even wachten, is dat gratis? Yes. Uh, dit is niet gratis. Wel, je betaalt er sowieso al voor. Je weet het of niet. <laughs> dus, maar je betaalt er eigenlijk al voor. Er is een soort van creditsysteem. Nu herinner mij daar straks even aan, want ik kan dat gemakkelijk kunnen tonen in um, in Adobe Express. Nu ook hier weer dus krijg ik uh, een aantal voorstellen. Hop. En als dat bijvoorbeeld gewoon voor een achtergrond is, dan niet zoveel aandacht opeist, zou je wel kunnen zeggen: oké, okay, fine. In dit geval ben ik iets minder tevreden over de resultaten, maar zoals ik eerder zei, generate, generate, generate. En ja. zie wat je krijgt natuurlijk. Hm? Ja, en dan nog rechts is wel perfecte ruimte voor een beetje kopie te gaan zitten. Hè? Voilà, voilà. Oké, okay. goed. Nu, een ander. Ding dat we kunnen doen hier, ik ga dat eventjes tonen. Een ander soort fix, zoals ik misschien, of dat sommigen al gezien hadden. Is er hier wel iets aan de hand met die hand? Nee. Dus ik wil dat eigenlijk gaan fixen. En ik ga hier uh, een selectie rond gaan werpen. Nu als ik nu zou zeggen generate the fill en ik laat dat lopen, voor de sake of time ga ik dat niet doen, ik weet het komt niet goed. Daar komen uh, nog erger afgekapte handen en dergelijke uit. Dat lijkt nergens op. Dus laten we een keer gaan zien door wel een prompt in te geven. Nu ik ga hier, en ik was de eerste keer niet zeker, gorilla hand, mm -hmm. gorilla paw. Um, ik doe het ook wel in het Engels, normaal kan hij Nederlands ja. ook, als ik mij niet vergis. Maar dan nog, ja, gorilla poot moet je dan gaan ja, zijn. Ja, ik kom daar ook gewoon altijd met alles van de AI. Hoeveel... kan in Engels ga ik het liever hebben. Ja. Want er is gewoon meer dataset, om het zo te zeggen. Ja. Dat gaat hem net iets beter resultaten geven. Volgens mijn ervaring. Hè. Ja. Nu kijk, ik heb hier gezegd gorilla paw. Oeh. En ja, ik krijg hier heel vreemde resultaten. Het zijn vreemde vingertjes ja. dat we hier zien. Dus uh, ja, dat is in dit geval minder dan, uh, ja. dan ik zou verwacht hebben. Nu, dat hangt er denk ik een beetje vanaf wat je gaat gaan laten prompten. Nu, dit ga ik niet meer in deze doen. Ik ga eventjes naar deze image gaan doorsturen. Dus ik ben eigenlijk voor die hand specifiek teruggekeerd naar uh, Midjourney eigenlijk. En ik heb Midjourney die hand laten hergenereren. Mm -hmm. En we zien dat dat direct een beter resultaat was. Ik heb Midjourney ook laten uitzoomen in deze afbeelding, hè, zo, zodat die de keuken eigenlijk afwerkte. En oké, okay, dat is hier ook niet perfect overal. Hè. Er zitten ook blijkbaar wat foutjes in, maar mm -hmm. toch wel tevreden van. Nu andere dingen. Hier was ik dan van de noodles niet zo echt van, het lijken wel hersen of ja, ja. zo. Euh, wat dat wel kan kloppen bij een gorilla, maar. Ik weet niet waar dat die dag gesampled heeft. <laughs> niet voor ons product, misschien. Nee, nee niet voor ons product. Daar uh, gaan we niet klanten, geen klanten mee aantrekken. Dus ik zou hier eigenlijk liever uh, die heerlijke chicken noodles. dat jij daar straks in 3D had, in de plaats hebben. Dus ik ga hier. Uh, chicken noodles. Kunt u. Je... Chicken... Zie, je hebt het ook, hè? Ja. Shit. Ik praat niet alleen zo, ik type ook met afgekapte woorden. <laughs> Goed, chicken noodles, heb ik dat juist geschreven? Ja, dat ja, is het goed. Ja. Voila. Heb ik noodles of... Ik denk ja, noodles. Ja. Oké, okay, nou, we gaan eens zien wat dat die, uh, hiervan maakt, uh -huh. natuurlijk. Ik heb het al geprobeerd ondertussen. En dat was eigenlijk een redelijk acceptabel resultaat, vond ik dat. Nu, waar dat we hier ook op moeten letten um, bij Photoshop, als we gaan genereren... Hij heeft een maximum generative size van 1024 pixels. Wil dat zeggen dat het ding dat je selecteert of waarbinnen dat je generate niet groter kan zijn dan 1024 pixels? Nee, dat kan, geru dat kan gerust 3000 op 3000 zijn. Maar als je daarbinnen generate, is het probleem dat hij alsnog een beeldje van 1024 square gaat genereren en hij rekt dat uit. Ja. Dus de kwaliteit kan iets lager zijn dan. En daar moet je wel mee opletten. Nu, voor die kleine dingetjes ga je dat niet zo um, echt merken, dus dat valt goed mee. En dan, just for good measure, ga ik hier een keer het volgende doen. Ik ga hem ook nog een chef's head gaan laten genereren. En dit is ook nog een bijkomende tip. Je ziet mij effectief, zoals de vorm of iets dat erop moet trekken, van een chef's hat teken Want hij houdt daar rekening mee bij het genereren. Dus ik ga hier ook... Chef's hat. Ik kreeg wel de eerste keer heel rare resultaten, omdat ik er geen afkappingsteken tussen had gezet. Ja. We zullen nu een keer zien, ik kreeg zo meer militaristische resultaten hier. Oké. Okay. Goed. Okay. Je ja, benadrukt stuff. is het feit dat het gewoon echt jackpot is. Het ja, is echt gewoon uh, casino dus spelen. Ik ga nu een keer uh, Chefs Head nog een keer op. Heeft dat ding een specifieke naam? Dat weet ik niet. Uh, dat heeft dan een naam zo. Heeft dan een naam? Ja, Chefs Bonnet of zoiets. Ik... Oh, nee, ik het Chefs Head, voilà, we komen al in de buurt. Hij genereert hier toch iets. En dan zou ik nog kunnen zeggen, een white chef's hat. Nu, mm -hmm. ik heb in mijn voorbereidingen betere resultaten gehad, maar zoals gezegd, hè, het is proberen, ook af en toe, misschien je selectie een keer hertekenen ja. om een beter resultaat te gaan. Ja, krijgen. want je hebt er net een heel groot, ja, moet ik zeggen, heel groot staartje precies aan ja, de linkerkant. inderdaad. En dat heeft hem nu heel hard proberen... Ja, te hij streken, heeft maar... dat heel hard proberen voelen, inderdaad. Voilà. Dus maar kijk, het zijn wel, uh, er zit muziek in, om het zo te zeggen, in deze functie. Uh, het retoucheren, het uitbreiden van afbeeldingen in Photoshop, dat gaat, uh, dat gaat fenomenaal goed. Mm -hmm. En het bijgenereren, daar is misschien nog werk aan natuurlijk, maar je kunt je daar maar mee amuseren. Probeer maar een keer mensen zonnebrillen op te zetten bijvoorbeeld. Je uh, kunt zelfs make-up laten toepassen. Het zijn allemaal zaken die te prompten zijn en uh, het proberen waard natuurlijk. Mm -hmm. All right. Goed, that's it for Photoshop. Ik ga je even kijken naar mijn tijd. komt in het gedrang. Nipte. Nipte. Er is ook zoveel te vertellen, natuurlijk. Ja, hè. Ja. Dus ik spring hier nog snel naar Firefly en Generative ja. AI. Um, ja, ik zou eventueel Illustrator ook nog erbij kunnen halen. Ik ga dat superkort doen. Hoe ga je in Illustrator te werk? Ik heb hier een Artboard, mijn logo op staan. Ik teken hier een vlak. En vanuit het Properties paneel kan ik hier Text-to-Vector Graphic gaan genereren. Nu, wat kunnen we hier doen in Illustrator? We kunnen zeggen, kijk, ik wil een onderwerp, een scène zoals een landschap, een icoon gaan genereren of een patroon. En ik wil hier een onderwerp. Ik ga zeggen, a bowl of. Noodles bijvoorbeeld. En ik ga dat genereren. Ik heb ook gezegd tegen Illustrator: houd rekening met het actieve artboard. Dat wil zeggen dat hij ja. gaat kijken naar uw logo hier. En hij gaat mij eigenlijk proberen, althans in die stijl, een aantal noedelbols te gaan genereren. Even kijken naar het resultaat. De kleuren die kloppen al vast. Illustratieve stijl: dit is natuurlijk heel uitgesproken vergelijkbaar, maar Close, but no cigar. Zeggen. Hmm. Maar niet te min, ja, we kunnen daar wel uh, leuke dingen mee gaan doen ook. Dus ja. ook in Illustrator de moeite om eens te gaan bekijken. Nu, last but not least, ga ik hier nog eventjes naar Firefly gaan kijken. Firefly is de verzamelnaam van uh, de Adobe AI-familie, om het zo te zeggen. Firefly.adobe.com Daar kunnen je ook gaan kijken uh, wat er allemaal aan de gang is bij Adobe welke soorten van uh, generative tools dat zij aan het maken zijn. Mm -hmm. Ze hebben een image model, ze hebben een um, layout model, ze hebben een vector model en ze werken ook aan een 3D en een video model als ja, ik me niet klopt. vergis. Dus ze zijn verschillende AI's aan het trainen. Nu misschien de bekendste hier en die had ik daar straks al eventjes getoond, dat is uh, Firefly zelf voor images te genereren. Nu kan niet opnieuw images gaan genereren. Hier kunt je zelf natuurlijk een keer doorheen gaan, maar wat ik graag meegeef is die weelde aan voorbeelden dat je hier ziet. Dus je kunt hier altijd een keer doorgaan en als er zaken zijn die je leuk vindt, laten we zeggen hier bijvoorbeeld deze ice cream cones. Dan kun je daarop klikken en hij gaat voor u die prompt gaan inladen. Dus dat is leerrijk om een keer te gaan zien hoe dat, dat geprompt is en dan ook ja, welke eigenschappen dat dan meegekregen heeft. En op basis daarvan kun je zelf gaan genereren als je wilt. En belangrijk ook op Firefly is hier aan de rechterzijde dat je daar. Uh, een hele hoop menu options mm -hmm. hebt, die we eigenlijk bij Midjourney bijvoorbeeld niet hebben. Om ja, iets toegankelijker te maken, ja, klopt. dit model. En dan kun je bijvoorbeeld gaan zeggen: kijk, ik wil dat dat een bokeh effect heeft, dat dat een digital art style of layered paper. Dat is ook altijd tof. Ik ga die foto wegdoen. En dus de stijl layered paper. En ik ga dat uh, opnieuw een keer gaan generaten. Dan gaat deze ook mij. Een aantal resultaten gaan geven. Elk model heeft zijn eigen sterktes. Dat moeten we zo'n beetje ontdekken. Hè? Dus Midjourney mm -hmm. um, is zeer sterk in die, uh, in die fantasy game-stijl wereld, uh, ook in, in de futuristische stijl. Hier die zijn uh, grafische zaken uh, ietsje sterker, natuurlijk. Right. Nu, deze tools die zijn ook verwerkt hier in Adobe Express. En er zijn veel mensen die Express nog niet ontdekt hebben. Ja. Voor de mensen die dat niet kennen. Het is zoals Canva afgekeken daarvan. Of mogen we dat wel zeggen? Goh, ik ga we misschien al wel eens even eens onderbreken. Voilà. Um, als er mensen zijn die al vragen zijn, kunnen je misschien nu al even de nu al in de YouTube chat. Zetten. Dan ja. zijn we een klein beetje in delay voor. <laughs> All right. yes. We zijn al bijna ja. tegen het einde. We zien problemen zitten. Ik wil niet stoppen met praten. Sorry, sorry. Ja, nee. Maar ik ga wel stoppen. Goed. Ene dat ik hier in Express, hè, dus een tool zoals Canva, had ik gezegd, ene die ze hier hebben in geïntegreerd is de Text-to-Template-tool. En ook hier kunnen we gaan zeggen, bijvoorbeeld, gorilla, hot sauce, promo, flyer, promo, yep. En ik ga zeggen, generate. En die gaat eigenlijk een layout voor u gaan maken. Een soort van design model dat ze aan het uh, ontwikkelen zijn. En die gaat voor mij een aantal promoflyers gaan ontwerpen die met gorilla's en hot sauce te maken hebben natuurlijk. Nou, doet hij eventjes zijn werk. Ik ben daar nog niet zo tevreden van, maar ik kan mijn prompt natuurlijk altijd uh, nog gaan Aanpassen en ook vragen om meer resultaten mm -hmm. te genereren. Staat er iets tussen dat je leuk vindt, klik je die gewoon aan. Die gaat je template omzetten in een bewerkbaar express bestand. En dan kun je daarin tekst, beeld, kleuren, alles nog aan aanpassen, zoals dat je wilt. Mm -hmm. Voilà, daar komt die. En allemaal lekker bewerkbaar en aanpasbaar. Mm -hmm. I'm running out of time, guys. Ja, ja klopt, klopt. dat klopt. Dat geen vragen. Geen, geen vragen. Waanzinnig prengende vragen, precies. All right, all right. Ah. Goed, goed. Um, goed, dit was uh, een sneltrein doorheen de AI-functies in uh, Adobe. Adobe, Midjourney en toepassingen, natuurlijk nuttige toepassingen voor ja. designers. Uh, ik hoop dat dat voor jullie een beetje inspiratie heeft opgeleverd, dat je nu zelf geen schrik hebt om ermee aan de slag te gaan. Uh, ik denk dat die tools niet meer weg te denken zijn in de toekomst. Um, denk, we <tie> moeten daar uh, mee aan de slag mensen. Ja, oké. Okay. Uh, belangrijke vraag. Hoe zit het met de copyright terechten van ja. het gebruik van de AI beelden generaties en of uitkomsten? Yes, wel bij Midjourney, Dali um, en nog van anderen die getraind zijn op eigenlijk gewoon data die van het internet gescrapt is, heb je geen rechten. Met journey beelden kunnen bijvoorbeeld geen exclusieve rechten op verkrijgen, voor zover dat ik weet. Mm -hmm. Bij Adobe zijn je gecoverd normaal gezien. Dus je generate met Adobe een beeld. <coughs> en dat is van u en van u alleen, tenzij dat Adobe dat natuurlijk... is zelfs heel specifiek erin. Hè? Die zeggen van als jij een, um, een, ding, een, een claim tegen u krijgt, met ja. iets wat je hebt gemaakt met Firefly, ja. wij betalen nu maar de verkoopkosten of zoiets. Oké, okay, ja. <laughs> dus die zijn echt al zeker. Inderdaad. Zij hebben wat dat ze content credentials noemen, um, dus, en dat wordt toegepast op al die beelden, maar daar is, de eigen, is het eigendom wel ja. van u. Correct. Um, de vraag is ook een klein ah. beetje resolutie van Firefly gegenereerde beelden. Mm -hmm. Dat is soms een beetje een ja. Kunnen we er rondwerken? Ja, we kunnen daar rondwerken? Um, die heeft ook geen upscaling-functie, voor zover ik weet. Nee. Die heeft alleen aspectratio's, dus je kunt niet specifiek zeggen 3000, 4000. Ook in Photoshop hebben we gezien dat het nog limited is um, tot 1024 pixels. Dus dat is inderdaad wel iets om in rekening te houden. Voorlopig, inderdaad, nog niet. Ja, nee, inderdaad. Um, Voilà, die credits zie ik hier ook nog in de chat. Dus als ik naar Adobe Firefly, naar de website ga, dan hebben we rechtsboven uw user avatar. En als je dat menuje opent, dan ga je daar zien dat ik momenteel nog 944 van de 1000 credits over heb. Dus hier rechtsbovenaan op uw user icon klikken en daar zie je. Hoeveel? Je krijgt ja. er 1000 per maand, dat is inbegrepen in je abonnement. Gratis. Um, gratis. Ja. <laughs> het abonnement is omhoog gegaan trouwens, bij de laatste de ja, na Adobe Max. Net omwille van de mm -hmm. RD-kosten hier. Dus maar 1000 per maand is het gedaan met spelen na die 1000 credits? Nee, je gaat gewoon trager genereren. Um, dus maar daar kun je die vinden. Wat ook wel van belang is, dat ik elke keer dat je op generate duwt in Photoshop. Oh. Telt dat ook als een keer goed. Ja, dus het is niet dat je via Firefly dat, dat exclusief daar is, het is overal ja. in Illustrator, Generate net hetzelfde. Ja. Dat telt ook. Inderdaad, het komt uit dezelfde pool allemaal. Oké. Okay. Voilà. Dat wil zeggen dat goed. we nu tegen het einde zitten van deze sessie. Yes. Volgende sessie, ook eentje met jou, denk ik. Ja. ja. Dan nemen we even een korte pauze. Ja. En dan gaan wij verder met Philip collega Philip Houtman en die komt een project, een AI-project, ons eerste denk ik, in onze studio toe. Dat was toen het Dat... allereerste, zelfs in België dacht ik toen, maar iets aan. Dat de commercieel <laughs> uitgebracht ja. is. Ja. Allright. Goed. Bedankt voor het kijken. Tot zo dadelijk. Merci, ciao.